Voor Doze Light Groove zaterdag 3 maart. Het is warm in de studio, het is koud buiten, maar we hebben een gast vanavond weten te strikken die vanavond live komt hier in Voor Doze Light Groove. Geef hem applaus in de studio, hier is de enige, echte Remy. Ja, ros hem maar erin, Remy.
We'll be right back.
Als een jager stond hij daar, op zoek naar zijn prooi. En dan vangt hij in zijn vangnet en dan kom je er niet meer uit. Een muzikaal vangnet. Er is geen ontkomen aan, Remy. Het is ongeluk wat je doet met ons hier in de studio. Laat staan wat je doet met de luisteraars in huis, of waar ze ook zijn. Laat staan met de mensen die vanavond gaan kijken naar jou in Escape. Daar is de opening van de chemistry. Geef even een applausje, Remy! Remy, ik ben begonnen op 9 juli. Bijna een jaar voor Those Light Groove. Ik heb nooit iemand door laten draaien tot 9:15. En dat zegt toch wel wat, hoor. Ja, echt waar. Ik kon geen afscheid van je nemen. Er was geen ontkomen aan. Remy? Ze noemen... Dan ga ik iets zeggen, hoor. Ze noemen Lucien Ford. Noemen ze de King of Progressive. Ja. Maar dan ben jij toch de Emperor? Ja, nou ja, progressive, wat is progressive, toch? Dit is progressive. Ja. Maar in de mooiste zin van het woord. Ja, omdat ik van alles draai. Dat zie ik als progressive. Niet, Je zit, qua vergelijking, als ik jou de laatste keer kan herinneren, is ook al een tijd geleden, hoor, ik heb ze draaien, zit je een stuk hoger qua tempo. Dit is stoerder, dit is ruig, het is af te gooien een plaat erin die hetzelfde tempo heeft, maar die zo hard klinkt en zo opzwemend is. Ik kan begrijpen dat je overal over de hele wereld gevraagd wordt. En nu zelfs ook straks in Tokio. Ja, ik weet het ook niet. Ik doe maar wat. Nee. Je doet maar. Maar niet, dat niet alleen. Hè. De inhoud van je set is gewoon helemaal gebalanceerd. Er is geen ene slechte plaat, er is geen ene dip. Daar bedoel ik dus mee dat je gooit het net over iemand heen. En ik kan gewoon niet weg. Er is geen pauze. Er is, je kan niet even een broodje kaas eten als jij draait. Ik zeg altijd maar, als ik een plaat hoor dat me minder aanspreekt, dan ga ik even een broodje kaas halen. Dat noem ik altijd een kaasplaat. Maar er zitten geen kaasplaten bij jou? Een barplaat ga je ook te hebben. Ja, een barplaat. Nee, ook niet. Nee. Gelukkig maar. Dankjewel. En dan de techniek, hè? Zo strak als in huis. Ik kan het af en toe niet volgen, want ik dacht dat ik strak was. Maar er is niks vergeleken bij jou. Hoe komt dat? Luister je zo goed? Ben je geconcentreerd? Terwijl je toch lijkt of je helemaal lekker los is, dat routine? Ja, ik weet het ook niet. Je bent altijd al strak geweest, vroeger al. Ja, als ik ga mixen, dan ben ik op een of andere manier heel erg ontspannen. Dan kan er van alles gebeuren, dan kan je een atoom omgooien. Maar dan heb ik dat niet door. Dan ben ik lekker aan het mixen. Heel veel mensen vragen ook wel eens van, joh, heb je het wel naar je zin? Maar ik heb het vaak heel erg naar mijn zin. Alleen dat uit ik op een hele andere manier. Dan ben ik gewoon lekker met mijn mix bezig en heb ik het heel erg naar mijn zin. Ja. Dat ik niet zat te dansen wil niet zeggen dat ik het niet naar mijn zin heb. Mm-hmm. Ja, terugkomend op wat de auto-leraar tegen jou zei, dat je een eigen droomwereld om je heen creëren. Betekent dat je in achter die draaitafels ook in jouw droom zit dan? Ja, soms wel. Zeker als ik met een mix bezig ben en dan al door de koptelefoon die mix hoor. Dat horen de meeste mensen, nou, niemand hoort dat behalve ik. En dan heb je inderdaad wel een soort droomwereld. En dan, ja. Weet je wat er komen gaat? Ja. En dan heel raar, maar soms is die mix is dan helemaal niet zo heftig als dat overkwam door de koptelefoon. Ja. Ja, het is dan inderdaad je eigen wereldje. Ja. Al 10 jaar lang sta je aan de top, vind ik. En vinden heel veel mensen bij mij. Ik bedoel, als je een eredivisie bekijkt met Ajax, PSV en Feyenoord, dan is dat toch heel lang geweest. Marcelo, Dimitri en Remy. Dat werd in één adem genoemd. En van die drie moet ik toch wel zeggen van Marcelo, die doen nog wel steeds zijn ding. Alleen de PR om hem heen is wat minder dan om jou en Dimitri. Dimitri is de laatste tijd ook rustig geweest. En om jou is altijd wel een beetje met je platen, met je dingen. Je bent altijd toch wel zeg maar de meeste in publiciteit geweest van alle drie. Ja, ja, vroeger misschien minder van de drie. En ja, misschien is het nu andersom, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga gewoon lekker door. Ja, dat weet ik. Ik let ook op niemand. En, nee. Gaat toch goed? Ja, heb je nog een motto voor ons? Voor morgen? Nee. Doe lekker waar je zin hebt. Doe lekker waar je zin hebt. Ja. Goed motto. Ja. Bedankt, Remy. Ja. Geef nog even applaus in de studio. Dat was Remy vanavond. Ja. Oh ja, nee. Ja, dat moet je nog even vertellen. Want je hebt een eigen plaat gedraaid. De ene laatste plaat was de remix die gemaakt is op het befaamde label Bedrock van John Digit. Maar er gaat iets gebeuren, want het schijnt dat je 11 jaar in de business zit. Oh ja, ja, ja. Ja. Ja, zaterdag 17 maart is in de Nighttown, Silly Symphonies. Ik wist er zelf ook niks van, maar dat blijkt dus een soort verjaardag te zijn voor mij. Dat ik, wanneer is dat? 17 maart. 17 maart? 17 maart in de Nighttown, Silly Symphonies. En dan draai ik de hele avond alleen. En dat is een soort verjaardagsfeest dat we vanmorgen georganiseerd. Wel leuk.
Hoe lang zit je dan in business? 11 jaar, zoals je bent? Nou ja, volgens de flyer ben ik dus nu 11 jaar echt vol bezig, zeg maar. Ja. Misschien is het langer, korter, maar het is wel grappig. En dat is 17 maart? Ja, Silly Simple. En wat ga je dan doen? Je gaat de hele avond, je begint echt om 1:30 of 11 en dan ga je door tot 5 uur morgens of 6 uur of nou, de laatste keer een night aan heb ik tot 6:15 gedraaid en het kan nog wel eens langer doorgaan. Mm-hmm. Dus het ligt eraan. Ja. Ik ga wel door. Je gaat door gewoon. Ja. Hartstikke leuk, je 11 jaar in de business. Verder nog iets? Nee, ik vond het heel gezellig. Ja, ik vond het ook gezellig. Ja, leuk je het is lang geleden, ja. Toch? 8 jaar was het voor het eerst in Verroos Laat ik Groove. Ja. En nu weer. Hartstikke leuk je het was, Remy. Oké. Ben helemaal afscheid van Remy. Volgende week...